Welkom in een van de instructiefilmpjes van de Toolshop. Ik ga jullie uitleggen hoe men een filmpje in Windows Movie Maker kan toevoegen. Om dit te doen zijn er uiteraard meerdere mogelijkheden. Ik ga jullie het op twee verschillende wijzen aantonen. De eerste wijze is om met de linkermuisknop in het grote werkvenster te klikken. Nu ga je naar de map waar je je eigen video hebt opgeslagen. Je selecteert met de linkermuisknop je filmpje en klikt daarna met de linkermuisknop op openen. Nu staat het filmpje in Windows Movie Maker. Een tweede mogelijkheid is om naar het tablet Start te gaan, daar in de groep Toevoegen te klikken op Video of Foto toevoegen. Nu gaat men weer naar je map waar je het filmpje hebt opgeslagen, selecteer je het filmpje en klik je terug op openen. Het tweede filmpje staat in Windows Movie Maker. Ik wens jullie nog heel veel succes met de Toolshop.